vandaag op pad met een hele bijzondere auto, namelijk de Alpina B4S Biturbo. Hij staat hier achter mij, het is de cabriolet variant. En dan een heel leuk nieuwtje, we gaan een giveaway doen. Bekijk deze video, volg onze instructies en wellicht maak jij kans op de giveaway. B4S Biturbo Cabrio en dan 232, oftewel nummer 232. Ja, en dat duidt wel aan dat zo'n Alpina gelimiteerd is en dus niet bij bosjes op de weg rondrijden. Wij zijn er lekker mee op pad, we zijn lekker een stukje rijden. Momenteel natuurlijk gewoon nog het dagelijkse verkeer op de weg. Maar we gaan ook even een mooi stukje toeren. Over een heerlijk dijkweggetje. Misschien al als een leuk feitje. We zijn allemaal bekend met Brabus, ABT, Abt, net daarna hoe je het wil noemen. Dat zijn de tuners van onder andere Mercedes en Audi natuurlijk. Maar wat het leuke aan Alpina is, is dat het eigenlijk echt een producent is, een echt merk, van BMW. Het is ondertussen eigendom van BMW. Maar wat er gebeurt is dat zij niet alleen een auto aanpakken en tunen. Ze zijn er gewoon echt mee bezig om die auto anders te maken dan dat die eigenlijk van de band komt bij BMW. Leuk feitje dan daarbij is ook dat het originele chassisnummer van BMW ook doorgestreept wordt. En dat Alpina een eigen chassisnummer toevoegt. Op het moment dat je dus deze auto checkt op het kenteken, komt er niet BMW 4-serie cabrio te staan. Nee, er staat er Alpina B4S. En dat doen ze wel heel erg leuk, want zo onderscheiden ze zich eigenlijk van de markt, ja, die een auto tuned, aanpakt, met pakketjes eigenlijk. Zij pakken in de basis gewoon een 4-serie, een 3-serie, 6, 8, tegenwoordig heb je alle varianten, kun je eigenlijk wel bestellen. Alhoewel, deze is natuurlijk uit de markt. En die kun je bij Alpina klaar laten maken. En dan heb je gewoon in de basis een hele andere auto dan dat die van origine is geweest. Want waar wij nu in zitten is een BMW 435i in de basis. Maar daar heeft Alpina zijn eigen sausje overheen gegooid. En hem helemaal veranderd. Natuurlijk. In de basis de meest luxe 435. Maar we gaan vandaag ondervinden wat zij hier meegedaan hebben om het een Alpina in hart en nieren te maken. Kunnen wij deze Alpina B4S Biturbo nou eigenlijk verdelen? Het is eigenlijk een tegenhanger van de BMW M4. Alleen als je dan een M4 wilt die een stuk comfortabeler is, die een stuk luxer is ook, dan is de B4 Biturbo wellicht een auto die bij u naar voren gaat komen. Want een M4 is in de basis natuurlijk een hele stugge, een hele op de racerij gerichte auto. En Alpina pakt eigenlijk het luxe wat je kan kiezen in een auto, het comfortabele als hoofdzaak, met erbij natuurlijk die sportiviteit die zij ook bieden. Het is eigenlijk een wolfs- en schaapskleren natuurlijk. 440 pk uit een heerlijke 6 in lijn. En dat zijn we natuurlijk bekend mee bij BMW, maar hoe ze dit toch samengesteld hebben. Want zowel het exterieur natuurlijk aangepakt is, als het interieur, maar ook ja, die motor die eigenlijk compleet veranderd is. Waar je bij een 435i beschikt over 1 turbo, hebben ze bij deze 435i 2 kleinere turbo's toegevoegd. Dus hij is vermenigvuldigd in dat geval. En
daarbij wordt de inlaat aangepakt, ook de uitlaat, die een heerlijk geluid produceert. Ja, misschien wel leuk, want er zijn natuurlijk 2x2 uiteindstukken in die achterbumper verwerkt. Maar die uitlaat is dus niet BMW. Nee, nee, die hebben ze in samenwerking gemaakt met Akrapovic. En daarmee brengt dat sportieve gevoel wel helemaal een hoogtepunt. Want pak maar eens een 435. Natuurlijk, die heeft die heerlijke roffel van die 6 in lijn. Maar dit versterkt het wel op een hele mooie manier. Ja, nu rijden ze ook natuurlijk heerlijk rond. Over die wegen, door de polder heen. Ja, en als je dan natuurlijk in die sportstand rijdt, met die versnellingsbak, natuurlijk ook op manual, met die flippertjes achter het stuur. Hop! Dan hoor je die uitlaat toch wel heel goed, hè? Ik hoop dat jullie het van binnen hier in ieder geval een beetje meekrijgen. Anders laat ik het jullie van buiten wel even horen. Dit is een feestje, zeg. Zoals ik al zei, de sportiviteit en het comfort wat deze auto met elkaar vermengt, is wel zo dusdanig perfect. En gewoon, we blijven gewoon lekker ontspannen. Hè? Bij een BMW M heb je toch de neiging om echt vol gas erop, als een malle los te gaan. Dit houdt je nog enigszins in toom dat je zegt van, weet je, in plaats van vol gas kunnen we ook gewoon heerlijk cruisen. En moet je dan een keer op het gas, dan gaat hij ook echt. Het oneindige koppel, dus zo voelt het natuurlijk, dat deze auto levert, is al zo fijn. En het is niet gelijk één groot stuk beton dat er weg ligt, zoals bij een BMW M4, waardoor je helemaal in elkaar door elkaar geschud wordt gewoon. Ja, dat is fijn hoor. Dat hebben ze heerlijk gedaan. Laten we snel eens buiten gaan kijken wat er nou veranderd is aan deze Alpina B4. Optisch gezien dan. In vergelijking met de BMW 435i cabriolet. Er zijn nog wel een aantal dingen door die echt wel in het oog springt. Ja, zoals ik al zei, zowel optisch als technisch is die aangepakt door Alpina. Wat misschien wel gelijk het meest oogspringende is, zijn natuurlijk die prachtige 20 inch lichtmetalen velgen. Met misschien wel een heel leuk detail. Er is namelijk geen ventieldopje te bekennen. Die zit namelijk in de naaf verwerkt van deze prachtige velg. Ja, als we dan naar de voorkant kijken, natuurlijk die hele gave voorbumper met natuurlijk daarin verwerkt het Alpina logo. Nou, achterbumper natuurlijk ook lekker aangepast. 2x2 uiteindstukken van Alpina in samenwerking met Akrapovic. Dat hebben ze wel heel erg mooi gedaan. Ja, een mooi lipje op die achterkofferklep natuurlijk. En het interieur is ook lekker aangepakt. Het meest luxueuze wat je maar kunt bedenken bij BMW. En dan nog het sausje van Alpina eroverheen. Dus een opties geen gebrek. En aan luxe, geen genoeg te krijgen. Mooie, prachtige lederen sportstoelen. Een stuur natuurlijk wat bekend is bij BMW, maar dan wel weer met Alpina logo, evenals de tellenklokken. Leuk feitje, die tellenbak die heeft twee klokken van Alpina met een kilometrage die oploopt tot 330 km per uur. En dat heeft de reden dat deze Alpina niet begrensd is en meer dan 300 km per uur haalt. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Ja, dan hebben we alleen nog maar over het optische gehad van deze Alpina B4S Biturbo. Ik had er wel een beetje ingelicht natuurlijk toen we onderweg waren over het motorisch gedeelte van deze auto. Zoals ik al zei, hij is gebaseerd op de BMW 435i Cabrio. Maar die motor, die N55, die natuurlijk de welbekende 6 in lijn van BMW, hebben ze wel degelijk aangepakt. Als je die kap opent, zie je ook gelijk de mooie afdekplaat van Alpina. Waar ook heel duidelijk op te zien is dat het een biturbo is. Want wat ze gedaan hebben is één turbo vervangen voor twee kleinere turbo's. En dat ga je wel zeker merken. Nou ja, die uitlaat van Akrapovic
Die levert natuurlijk ook wat meer pk's op. De inlaat is iets veranderd. En daarmee komt hij, schrik niet, op 440 pk en 660 Nm aan koppel. En dat is wel heel erg leuk om mee te sturen. Zet je hem in een standje sport, met lekker die bak erbij, is het dermate genieten en dermate leuk rijplezier, waarbij je 0 naar 100 doet in onder de 4 seconden. Jawel, dat doet hij. Nu hebben we het toch over het motorische gedeelte, het aanpassen van een auto. En dan wil ik jullie, jawel, bij betrekken. Want wij gaan een giveaway doen voor het chiptunen van uw auto. U kunt een stage 1 chiptuning bij ons winnen wanneer u geabonneerd bent op ons kanaal. Ons volgt op Instagram en hieronder in de reacties laat weten welke auto u zou willen laten chiptunen. Dan maakt u kans op deze geweldige prijs. Zo, dat was hem weer voor deze week. We zijn op pad geweest met die heerlijke Alpina B4S Biturbo Cabriolet. Ik hoop dat jullie deze video natuurlijk weer leerzaam vonden en heel leuk om naar te kijken. Vergeet dan uiteraard niet een duimpje omhoog achter te laten, te abonneren wanneer je het niet gedaan heeft en natuurlijk de kans te maken onze giveaway. En zien we graag de volgende keer weer terug bij onze volgende video. Tot ziens!